Lex, je zit nu in het $5000 6 max toernooi. Ja. Hoe gaat het momenteel? Eerste uurtje, wanneer is de belasting begonnen? 12 uur, we zijn nu 2 uur bezig. We begonnen met 10.000. Ja. Ik heb wel op zo'n beetje elk duizendtal gestaan, denk ik. Heen en terug. Dat komt 1 Nee, 1 moet ik nog even binnenkoppen. Ik heb 25 gehad, terug naar 9. Terug naar 20, terug naar 11, nu op 19. Dus, ja, ik weet niet, ik wil mijn images naar de kloten. Ja, het is wel een uitdaging om dan alsnog te proberen, zeg maar. Maar nu, in het begin kan je tot de flop winnen. Ja. Daarna moet ik de turn winnen en nu moet ik de rivers gaan pushen. Dan wordt het wat linker, zeg maar, weet je. Want dan gaan die lui ook gewoon met A's flat rollen, zeg maar. Ik deed net zo bento. Check, roll. Zo heel makkelijk, weet je, ik op de river. Fuck, check, hij, nuts. Yes! Nee, dat is yes, weet je. De derde koop ging er niet in. Top. Hoe ik doe het? Derde loop. Maar de tafel zelf, heel erg agressief of juist minder agressief? Een beetje op dit moment een beetje loose passive, zeg maar. Dus die lui denken van, oh ja, we zitten 6 max al, we gaan ook even knallen. Maar het resulteert in heel veel check, call, play, flop. Call, play, flop, check, call, flop ook. En dat is prima. Nog veel bekende internetpro's bij jou aan tafel of zwaardere? Ja, links van me zit er een. En er staat rechts van me zat de A-snap. Die speelt tot aan 200, 400 online, maar die is er uit. Dus ik heb wel volg je kaarten zo? Hè? Moet je nou vertellen over hoe je kaarten volgt? Ja, want ik zit naast de dealer, dus elke keer als ik aan de beurt ben, dan leg ik meteen mijn kaarten op staan. Dus dan gaat het gewoon door, weet je wel. Dan krijg die luid die deze draag zijn, dan gaan ze ook sneller spelen, dat zijn ze niet gewend. Ja. Dus het is niet alleen tactiek hoor, het is ook een irritatie in het spel. We zorgden er ook voor dat ze korter nadenken, dat is natuurlijk interessant. Ja, ja. Ze gaan ook sneller spelen. Dus iemand maakt 300, die goede interspeler, die ook speelt, maakt 900, die had nog 4000 meer en ik maak 4000, dat denk ik van, nee. Zijn die gasten links van, moet je niet even nadenken, want een goede spot is om te doen, toch? Die andere met, nee, hij zal wel azen hebben. En die interspeler zegt, fuck, you don't have anything, what I can. Ja. Dus hij valt, dus ik had het gewoon zien, ik zeg, best de hand niet. Dus de andere mensen zeggen, hoe kan je dat nou zo snel doen? Daarna, ik race, hij meteen 3-bet. Dus ik meteen 4-bet, hij. Dus dan gaan ze vanuit een element spelen, denk ik. Ik sprak net een paar jongens die zeiden dat het duurste shorthanded toernooi was ter wereld en daarmee ook het meest prestigieuze. Heb jij daar ook last van? Of is het gewoon voor jou just another tour? Ja, just another tour. Ik wil wel misschien liever winnen dan een 1500. Maar ik was wel maar van spel. Hey brother! Tommy, right? Yeah, Charlie. Je kunt alleen fantastisch dat shorthanded kan spelen. In de win ook, maar ik heb tot ochtends 8 uur gezeten en dan zijn leuk gespeeld. Dat is wel. Ja, dat was ook wel leuk. Dus hierna, als je nog straks een avondje uit hebt, cash game of? Ja, dat weet ik. De games zijn zo goed. Run je ook weer een beetje goed de laatste dagen op de cash games? Of? Nou, niet echt. Ik heb 5 potten boven de 25.000 verloren. Een paar setups, een paar bad beats. Het is een beetje ziek om een paar potten, zeg maar, waar die EV goed is, waar die heel je trip kunnen bepalen. Als je die wint, dan zat ik nu nog in de rij. Weet je wel. Dus speel je toernooi dan ook anders? Als je net zulke dikke potten voelt, dat je op die 5000 baai natuurlijk niks is gelijk. Nee, je hebt ze verloren. Ja, want je speelt je baan. Oh zo, oh nee. Het is sowieso natuurlijk niet op vliegen. Dus dat je echt net een gast rechts van je kijkt en je denkt, nou, die ga ik gewoon niet voor zin geven. Ik zal nog zeker een frust op om het door te zetten. Ja, meneer. Ook een over de barbecue te vieren. Dat zou leuk zijn. Ik hoop niet eens dat ik er kan zijn. Fles warm houden. Thanks even voor je tijd, Lex. En succes voor straks. Okay, thanks.